ik wil wat beleven. Ik heb het beleefd. Wij waren idealisten, Germaan. Adolf Hitler was een geweldige kerel. Die fantastische kameraadschap. Ik heb nooit een schot gelost. Landverrader. Wat heb ik eigenlijk verraden? Het zuiver houden van het ras. Maar ja, goed, ik ken die details allemaal niet meer, hè. Toen we recruut waren, hè, moest je soms zo'n kamp lopen. Maar ja, ik was van kamp, dat weet ik ook niet meer. Het was een kamp in elk geval, wat erin zat, dat weet ik ook niet. Wachtbataljon heette dat, geloof ik, ja. En dat was het kamp in Amersfoort? Ja. Ja. Dat was een kamp in Amersfoort. Maar ja, goed, ik ken die details allemaal niet meer, hè. Maar ik ben toen naar Engels gegaan, naar Den Haag gegaan, hè. Nee, maar even terug naar Amersfoort, hè. Wist u wat voor kamp dat het was, wat zich daar afspeelde? Nee, er was een groot kamp en er was binnen de kamp van bij Noord. Maar er was omheen lopen, zo patrouille, s'nachts. En tijdens die opleiding, daar ben je recruit. Hè, ben je, ja. Maar verder, nee. Maar ja, ik weet niet wat er is, dat weet ik ook niet. Misschien ook Joden of zo, maar ik weet het ook niet. Er lag Volk en Vaderland lag op tafel. Ja, dat was het leidblad van de NSB. En er stond op, een man met een helm op de kop, weet je wel, militair, hè? Zo, met helm op de kop. Hè? En daar stond een verhaaltje bij, zij zag een Germaanse jongen met blauwe ogen en blond haar. Nou, ik zag maar er helemaal in, joh. Ha, ik was die jongen, die Germaanse jongen, blond haar, blauwe ogen. Ik was er in 1 meter 75, precies aan alle dingen voldaan, hè. Precies zoals ik dat graag wou. En ik wou bij de man paarden zitten, kom je bij de 6. Tot een zekere dag, ik kreeg een beetje ruzie met mijn vader. Dat was in april 1942, geloof ik. En ik zei, ik ga naar de Waffen-SS. Ik zit tegen mijn zuster Tini en Dirkje, mijn verloofde. Ik zei, breng maar even de fiets naar Weringen. Ik zei, dan ga ik met de trein naar Amersfoort. Nou, en toen heb zij mijn fiets weer meegenomen. Ik ben naar Amersfoort en ik zat in de grote wereld. Denk niet meer na, ik sta overal maar zo in. En dat was bij de Waffen. Maar nooit dacht dat een militair was, dat ik vechten moest enzovoort. Niks. Kijk, die jongens die bewust vechten wilden tegen het bolsjewisme. Die kozen voor de Waffen. Maar u verwachtte eigenlijk niks? Nee, ik sta erin. Maar ik zei, pak links, 12, 3, 4. Ja. Qua jongen, 17, 18 jaar. Je weet niet beter, zet een klein dorpje. En is dat knoopje, is dat los. Ze staat niet nakt, maar ze zit in aanslag. Ik ben in aanslag. Ik voorstel je van aanslag was, maar dat is een kort gat, ja. Heel lang, over mas. Ze moest kruipen door de grond, over de grond heen.
En dan kwam ik naar die bossen. En dan moest je door die bossen nemen, de modder in kruipen. Want dat geweer, dat is niet dat meer. Dat geweer is dein brood. Ja, dat is mijn verloofde. Dein geweer is dein brood. Ik zag het helemaal niet meer zitten. Ik was een half jaar in, heb mijn vader een brief geschreven. Ik zei, schrijf even een brief naar Ralter. Dat was het hoofd van de Duitse dienst in Nederland, in Den Haag. Ik zei, schrijf even een brief dat je me nodig bent voor voedselproductie voor het leger. Ik zei, dat kom ik misschien wel vrij. Mijn vader heeft toen een brief geschreven naar de Ralter. Hij kreeg een keurige brief terug. Uw zoon heeft getekend voor de oorlog. Ik zat in het schip. Ik zat in de schuit en ik heb met er zelf mee gewerkt. Dom, dom, dom. En ik ben er zo in getuind, maar ik ben geen nationaal-socialist of wat dan ook. Als die Ros van Toningen, dat was een fanatieke nationaal-socialist. Hij liet dat tegen elke Duitse soldaat. Hij liet dat, zei hij toen ik onderweg was. Ik denk, wat is die man, die is niet goed. Ik was fanatiek. Maar politiek, ik heb nog geen politiek gevoel gehad. Ik wil wat beleven, ik heb het beleefd. Bevel is bevel en bevel is verweigeren om naar straffen. En als je op een loop gaat, ben je dood te straffen. Ja, bent u wel eens gestraft? Nee, ik heb nooit geweigerd. Nee, ik kijk wel uit. Nee, dat is niet beter. Maar dan kun je misschien ook wel in het kamp weten van wat er gebeurt met je. Nee, ik kijk wel uit. Nee, ik volg het wel op. Nee. In Wienerwald. Dort wo der Drossel singt, Drossel singt. Und im Gebüsch das muntre Lehrlein springt, Lehrlein springt. Da, 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 di, da, la, 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 la. Das song de drie stemmig. En dat vond ik zo mooi, hè, die liedjes te zingen op straat. Hè. En dan zing je zo volle bal. En dan zing je driestemmig. Hè. En dat vond ik machtig. Dat zingen op straat met zo'n kolonne. Ja, dat is feest, hè. Want ze zijn fascisten, ze zijn fascisten. Ze zijn maar dingen als mij. Mijn vader had steun. Mijn moeder vraagt aan voor lakens, slopen en beddengoed. En voor ons krijg je sokken of kousen met een rode teen en een rode hak. In je schoenen krijg je drie gemeentewapens ingeknijpen. Dat het van de gemeente is. Nou, je goed, dan staat op. Dan zit je verschut als je naar de douche moet douchen van school. Staat erop drie kruisjes. Gemeente. Nou, dan schaam je je eigen de pokken. Nou, in Duitsland was het perfect.
Ik verdiende veel geld, want ik was in tijd van 2 maanden was ik voorman. Over een ploeg van 10, 12 mensen. En nou ja, ik kreeg horry op geld. En ik kon lekker uit, ik kon lekker eten, ik kon lekker pilsie drinken. En met Adolf Hitler kwam ik uit de kroeg vandaan. En ik zei heil tegen hem. En ik feliciteerde hem. En ik kreeg een hand ook van hem. En dat vergeet ik nooit. Want dat was een geweldige kerel. Want die heeft Duitsland helemaal opgebouwd. Die heeft eigenlijk een goudmijn ervan gemaakt. Want je kon overal kon je kopen wat je wou. En was het niet duur, beter als in Nederland. Er gaat iets van ontzag uit, hè? Als je in het uniform loopt en de Duitse soldaat die groet je, of die zegt heil, dan ben je trots. Hè? Dan word je gedragen. En dan ben je echt trots. Ook de Duitse soldaten, of je nou een witte kraag of een blauwe kraag, dat doet ze niks te zaken. Maar omdat je dat nestel draagt en omdat je pet glimt en dat je dat bandje om hebt, dan heil of salveren, nou ja, dan groei je. Dan ben je echt trots. Ja, we gingen daar marcheren en dan krijg je dan haakstuk. En dan is er meteen klappen uitdelen. Ik had een ploertendooier en die had ik met een riempje zo lekker om mijn hand. En dan konden ze hem niet afpakken. Dus dan kregen ze klappen op hun arm en dan konden ze hun arm niet meer optillen. En dan was het gauw gebeurd. En dan kregen ze een paar klappen met die ploertendooier in hun nek en dan gingen ze plat. Ja, want ja, die Joden die moesten er toch uit, hier ook. En dat, wij werden eigenlijk er een beetje tegen opgehitst. Nee, ik deed niet meer tegenzin. Want als ik toevallig zag dat er eentje in elkaar geslagen werd, nou, dan ging ik erbij en dan sloeg ik hem ook in elkaar. Zo werkt dat dan. Dat werkt automatisch, dat werkt aanstekelijk, hè. Daar kan je niks aan veranderen. En omdat ik al een agressief persoon ben, ja, dan krijg je dat. Als die man bij de WA zit en hij krijgt klappen, ja, dan pak ik mijn gummilat of mijn ploertendooier en dan ga ik hem helpen. Zo werkt dat. Ze bestelen je en ze roven je. Want als je wat koopt bij ze, dan rekenen ze voor een Jood rekenen ze de normale prijs. En wij als christenen werden bedrogen. Moesten we meer betalen. Nou, en dat zat al ons niet lekker. Want als je op de Jodenhoek kwam, werd je bestolen door de heren. Ja, de groenteman die wou geen aardappelen geven. Nou, ik zeg geen aardappelen.
had ik je weghalen. Nou, toen kreeg ze hem wel halen, hoefde geen bond te geven. Dus en zo werkte dat allemaal. Ja, dan heb je de macht in handen. En dan kun je je mond open trekken. Dus als hij geen aardappelen geeft, dan haal ik de groene politie erbij. Ja, en dan word je weggehaald, klaar, overuit. Ja, nee, maar dat is goed. En je vrouw krijgt wel aardappelen. Ik zeg, ja, en groenten. Want enkel aardappelen kan ze niet leven. Ik weet wel dat ze bijna niet tevreden hadden. En dat ze dan af en toe een ratio hielden. En dat ze dan, hoppakee, wegplaten maakten. Die gingen naar Boegewalde, dan weet ik veel waar ze naartoe werden gedrukt. Ja, en daar zaten de heren vergast en uitgemergeld. En gingen kapot, gingen gewoon dood. Ja, en daar heb ik nou nog geen weet van. Ja, wat vindt u ervan? Ja, ik heb een hekel aan Joden. En ja, hij vindt het normaal dat hij ze allemaal vergast heeft. Ja, nou, wat hij vindt, dat heb ik niks mee te maken. Hij heeft er een zootje opgeruimd. En nou moet je eens kijken hoeveel af we er in Israël zitten. En wat hier weer rondloopt. Nou ja, ik zeg maar zo, weg is weg. En laat ze niet meer terugkomen, want je krijgt er alleen maar weer last van. Zo werkt dat. Werk willen doen wat je aan het doen was. Dat is dus, en dat blijf ik ook zeggen ook, als je over de hele wereld gaat en je gaat naar die vrijwilligers die dus vrijwillig kiezen, gekozen hebben voor een soldaat te worden, dat zijn allemaal dezelfde jongens die wij waren. Mislukt. Geen zin in dat, geen zin in dat. En dan was echt geld, weet je, dus je loon. Maar dat blijf ik zeggen. Maar volgens mij was onrust dus een beetje hekel aan de maatschappij, aan het werk. Weet je, dat je dus werk moest doen wat je niet graag deed. Toen we aan het front kwamen, toen moesten we, na een uur stonden we al in de loopgraaf, toen vielen de Russen aan. Dus een uur, dus we waren van Mojka noemde dat dingen, kwamen we aan, werden door de groene politie. Toen losten wij af en we waren een uur weg. Toen kwam de eerste boem, 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 boem. En toen moest ik van de Zijlstra, ze kennen hem, die was onze compagniechef. En toen moest ik met hem mee naar voren toe, want hij moest andere plaatsen. Toen spatten die granaten, die spatten heen en weer. En ik alle keren zo naar de grond toe. En toen weet ik nog heel goed wat ik dacht toen, en dat wil ik dat vertellen ook hoor. Jezus, waar ben ik al begonnen? Jongen, die gaan. Jongen, dat. Je kent je geen voorstelling, maar je komt meer in. Thank you.
Ik heb dat zelf mij die vraag gesteld. Waarom dit? Toen dacht ik, nou, als ik nou van een bajonet hou. En ik zie zo'n bajonet, dan denk ik in mijn huis, zo een zou ik er ook wel willen hebben. Dan kan je erom lachen, maar er is iets in de mens wat een aantrekkingspunt moet hebben. Oh jongen, dit of dat. En ik had het, denk ik. Ja, ik kan het moeilijk zeggen, maar ik denk dat ik een beetje bewondering had voor mannen. Denk ik. Maar ik heb er nooit over gesproken, maar dat kan zijn dat ik dus mannen bewonderde. En dat mij aantrok. Dat ik zei, nou wil ik bij. Ausatmen. Uitatmen. Armen goed, benen goed, alles in orde. Je krijgt het vuur voor je. Dus dan wil je dat vuur, dat moet je dus beschieten. En toen ging ik heel hard lopen. Want dus te eerder was ik buiten het schootsveld. En toen kwam later de zoekvoerder, die kwam eraan. Maar toen stond ik al hoog en breed in die loopgraf om weer te schieten. En toen kreeg ik het IJzeren Kruis. Een cadeautje hoor, jongens. Gewoon bijna. Trek er niks aan van die dingen en die blikken. Want ik blijf het zeggen, ze verdoezelen dat je angst gaat hebben. Dat is het ding van je medaille. Oh, helder. Nee, hij verbiedt het dat je bang was. Als skeletten. En toen begon er eentje te praten. Die dingen, dan, jongen. Ja, de mens kan wel. We moesten brood halen. Weet je, en toen zijn we daar rond. Dat stond allemaal in de trein. Dat was afgedaan. Ja, toen hebben we. We gaven alles weg. Want we kregen s'avonds toch weer een nieuw, weet je wel. Dus daar waren we nog. Toen een dankbaar tot en met. En dus. Toen, ik ben ondervraagd geworden door een psychiater. En daar krijg ik een heel gunstig rapport van. En weet je waarom? Dat ik toen zei van, ik wou dat ik dat gezegd had, geef die mensen brood. Ik zeg, ik wist dus dat die Joden slecht hadden. Dat had ik moeten weten. Want je zag het ook. Het waren, jongens, hij werd er eentje gedragen, jongen. Botten. Uitgehongerde gevangenen, weet je. Zo'n knuk, ja. Dat was de eerste keer dat ik het hoorde. Zag hoe zwaar. En dat is alleen niet ik. Maar dat hadden jullie ook. Of dat van Nederland volk ook. En toen werd ze opeens dapper. Ze hebben niet gedacht, wat hebben wij verzuimd, jongens? Zijn wij heel afbekken? Hebben we die mensen laten verdrongen? Ja. Met mij was die gauw klaar, hoor. Want ik ben streng, maar rechtvaardig. Ik zeg, jongen, ik ben de schuld en ik heb er mee geholpen. Ik zeg niet dat ik het wist, maar dat wist ik niet. Maar dat had ik maar wel moeten weten. Maar even, nou nog. Moest goed luisteren. De grootste misdaad aller tijd. Geloof deze man. Geloof hem. De grootste misdaad. Kindertjes, vrouw, moeder, jongen. Dat weet ik. Nee. Nee, dat...
Wat ze ons aan willen smeren, we hebben met de cassette niks te doen gehad. Gar niks te doen gehad. Ze scheren ons over een kam, dat is niet goed. Dat is niet goed, we waren voor onze daden. We hebben genau zo'n plek gedaan wie de Weermachtsoldaten en zo verder. Ja. En daar overal, wat ze jetzt zien lassen, van de erschießingen, daar is geen SS, waar alles Weermacht die erschossen hebben. Verrader. Mij hebben ze ook als verrader ingesteld. Wat heb ik eigenlijk verraden? Wat heb ik eigenlijk verraden? Ja. Ik weet niet wat ik verraden heb. Ja. Ik ben in dienst gegaan en in Rusland heb ik gekampt. Dus wat zal ik in Holland verraden hebben? Nee, daar ben ik niet mee eens. West-Europa had ze danken aan ons, dat we waren die kriegsverlengeren. Ja, dat we ons niet overgeven hebben. Maar daardoor is West-Europa vrijgebleven van het communisme. Ja, wat vielen kan niet wissen, hoe ze niet begrijpen willen. Ja. En dat hebben ze bloos ons te verdanken, dat niet kans Europa komt, want de Rus had kans Europa willen bezetten. Ja. Maar door onze weerstand is hem dat niet gelungen. Want in de krieg had je wel eens iets gehoord van cassette, maar wat in cassette passeert, dat hadden we niet gehoord. Af en toe had je wel eens gehoord ervan, maar soms had je eigenlijk niks gehoord wat er los was. Maar wat had u dan gehoord? Ja, bloos cassette, politische gevangenen, hoe het soms was, niet waar. Maar ik moet zeggen, ik heb een kameraad gehad die woonde in Dachau, neben Dachau, in het kazet. En daar had gezegd, Theo, die in Dachau, die hebben beter geleefd dan wij daarbuiten. Want het waren louter politische gevangenen. Die zijn s'morgens rausmarseerd bij de bouwer geschaft en gegessen en gedronken, en abends weer reinmarseerd om te slapen. Ja. Ja, voordeel ben ik ook nog, ja. Voordeel ben ik ook nog, ja. Het was dames bis 12 jaar, dat hebben die alle gekregen, nu, alle. Ja. Dat hebben ze mij ook gevraagd. Dat heb ik ook blöd geantwoord. Dat hebben ze mij ook gevraagd, waarom hebben ze gemeld in zijn Waffen-SS. Ik zeg, ik heb gemeend dat het een wandelclub van Vlaas en Wanderstok heb ik een geweer gekregen. Ze hebben nooit heb ik geantwoord. Mij was alles egal geweest. Wanneer ze mij damals aan de wand gesteld hebben, zum Erschießen, heb ik nog gelachen. Maar dat heb ik alles niets gemaakt. Waarom? Zo. Dus, waarom? We hebben dat alles mitgemaakt en we hebben de krieg verloren. Ja. Wat soll's? Ja. Een goede kameraadschap bij de Waffen-SS. En dat was wichtig, die kameraadschap. En die kameraadschap heeft bis jetzt gehalten.
Kijk, die mutsers, die maken het. Die mutsers zorgen ervoor. Ja. Maar die mutsers, door normaal, die man bleef wel in een dikke kont zitten. Mijn vader weer gekomen. Van huis af naar Rusland. Nou, mijn moeder zat thuis met 8, 9 kinderen. Maar het was toch zijn schuld dat ik daar naartoe moest? Het was toch zijn schuld dat mijn vader en het baby... Het was toch zijn schuld die duizenden jonge jongens in de godverdomme hel van Gogol. Want zo zie ik er wel bij, hè? Dat was José dit en José dat en Führer dit. Hij Hitler en heel de ruit op het uit. Je moet dus in de situatie... Je moet met de situatie geconfronteerd worden, net zeker. Paar hoog gereden is gestorven met een schop. En 4 weken er aan de knarren in de maand. Kijk, maar ik had getekend. Ja, ik kon net zo goed als ik kon voorstukken, niks. Wat had u getekend dan? Ja, voor de SS denk ik. Ik ken die paparazzen niet. Maar in ieder geval, ik ben wel een tijd aan een paar weken verplaatst met de knarren. Dus uitbinding, de reden. Nou, een paar weken gezeten en ik kon naar de front. Ja. Je kunt niet rechtsaf, je kunt niet linksaf, en vuur is de vijand. Voor hem is vuur de vijand. Dat je goed moet letten. Het was een tegenstander. Ik ken heel die vent niet. En ik moet hem kapot schieten. Volgens opdracht. En die opdrachtgevers die zaten allemaal bij een fikse hoer van de jaar 1819. Met 4, 5 sterren. Oberveldwebel. Oberstormvuurers. Die grote jongens. Die waren er door het uitvaarten. En wij zo. En jullie zo. Want zo was het. Dat is de opinie van... Alle leiders. Er valt een dooie. Door weer zijn kreupel, daar moeten we beginnen uitrobben. Die is verwond te beginnen af en zo. Dat zijn met mijn mannen, of zie je dat anders? Er zijn problemen, er zijn situaties. Er moeten 100% bij zijn. Of gewoon dat... Die staan al over je in een bad. Je moet bij positieve blijven. Ja. Maar gaat het bij ons in het leger ook? Nou, wodka, samagoka, heel de ruiten bedoeld. Ze zaten ze toch allemaal kwijken. Die waren dus non. Ze maken we niks, ze zaten ze toch. Dekking zoeken. En denken, dan moet je op dat moment moeten denken. En weten wat je geleerd hebt, duiken. Ik heb een geweldige verlanding mee en dan proberen. En dan een afstand met hoe wij dat je kunt gooien binnen. Dus in niemands land, dus je daar kunt gooien. Je trekt er een gootje aan. Ja. Dat zijn situaties waarmee je geconfronteerd. Die hebben maar te doen. Doe dat niet, doe hij het. Ja, en dan is het maar net wie is terug. Ik weet niet hoeveel dood ik gehad heb, maar ik weet wel dat ik in een zekere was. Eerst om mijn eigen. Het vreselijke wat ik meegemaakt heb, dat is hoe een maat, dat ze zich
zijn kopje daar ook met de staalnagel. Roefde was zo'n granaatschijf, roep eraf. Toen vat hem op. Het is dekking. Het is dekking. Het is niet dood, het is dekking. Anders ben ik aan de beurt. Dat zijn situaties, dat zijn situaties. Daar worden mee geconfronteerd. Dus, jouw dood is mijn brood en zo steek het erbij. En daar is de front. Dat is zo raken, dat is het leukste wat er is. Ik heb nooit geen pijn gehad aan mijn voeten. Maar was ik blij. Dat ik van de ellende af was, dat ik me geconfronteerd ben geweest en helemaal niet de bedoeling had om een mensje kapot te schieten. Maar je zit er tussenin. Je moet. Ik heb ook wat meer Joden door Apollo zien hangen. En dan dans ik overal. Uitschraderen. Wat zeg je dan? Niks. Niks, want ik moet dan waarschuwen. Niks. Je moet niet zeggen, oh Germ, wat is erg. Maar dan worden we nog wat verdomme. Nee, maar wat zeg je dan? Ja, och jongens, gaat goed. Ik heb dat zo. Daar gewoon, er kwam zo'n onderadering van de Rajot, die kwam en dan... Ja, ze schoenen gewoon weer af, hoor. Ook die Polen. En dan kwam de Rajot even maar even. Even dat deur ik overaan zetten schieten, hè. Ik zeg overaan zetten schieten. Ja. Er waren Joodse mensen? Ja. Ja. Dieses ostjüdische Untermenschentum hat seit jeher Westeuropa das internationale Verbrechergesindel geliefert. Von hier aus wurden die Demokratien mit Taschendieben, Zuhältern, Rauschgift- und Mädchenhändlern, internationalen Bankschiebern und Hetzjournalisten versorgt. Dus dan denk ik bij mij, is de wereld ziek of zijn de mensen stumpers? Maar je wordt ermee geconfronteerd. Meerijden. Meerijden. En dan ineens, was ik in het leger, stutte kooi op iets waar je maat. Het is een vrouwtje door mijn vijfkeiner. Ze schieten door een Nederlands te mogen. Ik draai de hajot uitschraderen. Dan maak je gelijk mee. Maar dan schuil je van hem af. Dat denkt er niet meer aan. Ik denk nooit ergens aan. Nooit. En zin is bij daar zit. En mijn zoon. En de rest interesseert me niks. Interesseert me niks. Ik loop over door om het leven te blijven. Zo zit het met mij bij. Bevel is bevel. Sorry, maar het is zo. Ja, zo is mijn hele leven geweest. Bevel is bevel, time is time. En altijd accuraat geweest. Overal mee, daar ook mee. Ach, die eensgezindheid, die fantastische kameraadschap. Ja, je had een band. Je had een band. Het is moeilijk om het uit te zetten. Maar het zat vermoedelijk ook al iets in de genen. Ik weet het niet. Want we hebben een stamboom van de familie Sol. Vanaf 1523. Uit Turing. Dus misschien een beetje Duits bloed er doorheen. Ik weet het niet. Toen moest ik voor de advocaat fiscaal. Ik dacht dat zijn persoon ongeveer zo heette. Ik weet niet precies. Pengster. Naam vergeet nooit. Ik moest iets opschrijven. Om me vrij te pleiten.
Ik heb gelogen. Maar stond fantastisch op papier. Dat mijn moeder die moest bij hem komen. En hij begreep helemaal niet dat zo'n jongen met zo'n geweldige ontwikkeling op zo'n jonge leeftijd al bij die jeugdstorm ging en bij die SS ging en bij dit en bij dat en bij zus en bij zo. Daar kon er absoluut niet bij. En toen kwam langzamerhand die Germaanse leer. Die kwam naar voren. En dat trok mij geweldig aan. En ik ging combineren met degene dokter Van Heuvel ons vertelde. Ik trof in diezelfde tijd de dierenarts Knigge uit Wildewenk. Trof ik ook nog eens een keer weer. Ik zeg, wat is nou eigenlijk het Germaanse idee. En die vertelde mij dat. En dat trok me geweldig aan. Ik zei, ja, dat moeten wij hebben. Wat trok u daarin aan? Het ras. Het zuiver houden van het ras. En dan zijn ze hier op het platteland erg opgesteld. Ik wist dat Mussel zei, de Joden zijn een probleem. Ze waren voor mij geen probleem, hoor. Maar ze waren niet geliefd hier. Absoluut niet. Maar ik had er nooit geen probleem mee. En die zei, de Joden, zegt hij, daar hebben we wel een plek voor. Alles naar Suriname, dan is het probleem opgelost. Maar vond u het terecht dat in de tijd de Joden weg zouden moeten uit Nederland? Interesseerde ons niet. Dat interesseerde geen klap. En de Nederlandse politie heeft ze allemaal opgepakt. Deed dat met plezier. En ik kom daar bij de boer. Ik zeg, wij hebben zoveel doden en gewonnen. Die moeten holder de molder naar het ziekenhuis. Ik moet twee paarden met twee wagens van u hebben. Ik heb het op zijn Duits gezegd. Hij zegt, kist steken, mijn. Verstaat u dat? Doe Chris van mij niks. Schop in de kont, Chris Green. Ik greep de geweer en ik heb die kerel met de kool van geweer een slag op zijn kop gegeven. Daar lag hij. En mijn kameraad die was door dolle heen, die scheurde hem overeen. Ik zei, en wat nou? Ik zei, de kogel af. Niks te doen. Hij spande de paarden aan. Wij hielpen, allebei toevallig boerenzoons. De wagens aan elkaar gekoppeld. En toen kreeg ik door, hij zei, wat gebeurt mij? Ik zei, niks, zomaar bij de dokter komen en laat je nooit weer zien. En ik heb tot de dag van vandaag helemaal geen berouw. Spijt me alleen dat er verkeerde dingen zijn gebeurd. Ik heb zelf ook te veel gezien. Ik heb ook meegemaakt, hoor. De Duitse generaals met Franse oertjes. Maar die werden wel door de SS opgevangen. En die kwamen met een geweer in de loopgraaf te liggen, hoor. Met een SS-onderofficier met een pistool achter zich. Dat ze wel moesten vechten enzovoort.
Ik heb de verkeerde ding ook wel gezien. Maar de ondergang is geweest. De Pruisische jonkerkliek. En een gebrek aan brandstof. Nou, graag, zeg nou op de kop af. Ik heb wel zo'n pest aan Joden op het moment, hè. Wat gebeurt in Palestina, hè. Ik vind het verschrikkelijk in hoe machtig ze zijn. De kostbaarste bezit op deze wereld, is das eigene volk. En voor dieses volk. Und um dieses Volk wollen wir ringen und wollen wir kämpfen und niemals erlahmen und niemals ermüden und niemals verzagen.